De gemeenteraad heeft besloten om karbietschieten in Helmond te verbieden. En dit besluit is een lokale aanvulling op het eenmalige landelijke vuurwerkverbod. Het karbietverbod moet naast extra druk op zorg en handhaving tijdens de jaarwisseling ook voorkomen dat er extra overlast in de stad ontstaat. We hebben onze handen al vol aan de enorme vuurwerkoverlast in de stad. Vuurwerk is verboden. Karbiet nu ook. Al dus burgemeester Blanksma. Onze gemeente gaat in 2021 op 25 plaatsen in de stad openbare speelplekken verbeteren. Veel speeltoestellen in Helmond moeten de komende jaren vervangen worden. De leeftijdsopbouw in de wijken verandert en de manier waarop kinderen graag buiten spelen is de laatste jaren dus ook anders geworden. De gemeente gaat de speelplekken daarom samen met bewoners en organisaties gevarieerd, eigentijds, avontuurlijk en natuurlijk maken. Werkgroep BC de Rijpel stopt per 1 januari met alle activiteiten die betrekking hebben op de mogelijke oprichting van een burgercoöperatie in de wijk Rijpelberg. Buiten het feit dat corona sinds begin dit jaar veel maatschappelijke initiatieven doodslaat en zelfs onmogelijk maakt, blijkt het idee van de Rijpel weinig enthousiasme los te maken. Nog bij wijkbewoners, nog bij gemeentelijke en wijkinstanties wordt voldoende respons ervaren om ontwikkelingen op een redelijke termijn voor elkaar te krijgen, al dus de werkgroep.